Frankrijk is terug opgestaan na de oorlog van 1870. 35 landen nemen deel, behalve Duitsland, dat zich, op een paar schilderijen na, niet laat zien. En zoals gebruikelijk maakt men er weer iets groots van, met als absolute pronkstuk het Paleis of Le Palais du Trocadéro, tegenover de Champ de Mars, langs de andere kant van de Seine. Het Palais du Trocadéro kennen we niet meer. Het werd afgebroken in 1937. Het was een eclectisch gebouw, neo-Moors, neo-Spaans, een beetje neo van alles. Het centrale gedeelte huisvestte een grote zaal voor 5000 personen. Met het grootste niet-kerkelijke orgel dat toen ter tijd in Europa aanwezig was. De mechaniek staat nu nog in de zaal Ravel te Lyon. Deze grote zaal werd van dan af ook gebruikt als congresruimte. Onder andere Victor Hugo presideerde hier het Congres voor de Bescherming van de Literaire Werken, waar de eerste regels werden vastgelegd voor internationaal auteursrecht. Ook hier werd het Wereldcongres georganiseerd ter verbetering van het lot van de blinden en doven, met een wereldwijde aanbeveling van het Braille-systeem. In de vleugels hadden de landen hun eigen niche, bijvoorbeeld Spanje toonde er zijn Goya. Met zijn naakte Maya. Het feit dat ze geen Griekse godin was en toch recht in de ogen keek van de bezoeker, was schokkend. De kolonnades zijn helemaal niet aangepast aan Parijse temperaturen, zoals u ziet. Deze wereldtentoonstelling toonde een aantal opmerkelijke beelden die vandaag nog te bewonderen zijn, zij het soms op onverwachte plaatsen. Voor het Trocadéro-paleis had je de vier dieren: paard, olifant, neushoorn en stier. Deze waren in het goud geschilderd. Men heeft dat goud nu weggehaald en ze zijn nu te bewonderen ook in de Musée d'Orsay. Behalve de stier. Die kunt u gaan zien in Nîmes. De beelden van de zes continenten zien we tijdens de opening van deze wereldtentoonstelling. Ook hier steeds tekeningen die trachten de werkelijkheid weer te geven. Toch kunnen we de beelden hier niet op identificeren. Deze waren ook in het goud geschilderd en zijn nu in hun oorspronkelijke staat te bewonderen in het Musée d'Orsay. De beelden zouden door de Musée d'Orsay verruild zijn geworden tegen een schilderij. Het volgende is een mooi verhaal. De twee ossen die zich in het park bevonden. Ook deze werden verhuisd en de Fransen beweren dat die zich nog in Parijs bevinden, maar schorenvoetend dienen ze nu toch wel toe te geven dat dat niet zo is. Ze bevinden zich namelijk aan de ingang van de abattoir in Kuringen, Brussel. Men stelt ook het enorme hoofd van het vrijheidsbeeld van Bartholdi tentoon. Het standbeeld is nog niet vertrokken naar New York, ten andere. Daar het hoofd hol is, is het een grote attractie om het hoofd binnenin te bezoeken. Wat door sommigen wordt omschreven als zou het vrijheidsbeeld geen hersenen hebben. Op de werkplaats in de rue de Chazelle 25 zien we de omwonenden tot hun stomme verbazing naar het vrijheidsstandbeeld kijken dat zich daar langzaamaan verrijst. Het gaat daar nog verschillende maanden gemonteerd blijven staan. Bijzonder is het verhaal van het standbeeld dat stond in de toegangshal van de grote expositiehal. Frankrijk had verkozen om Karel de Grote te tonen, als ook zijn vazallen, met Roland en zijn zwaard Durandal. En dit allemaal naar het middeleeuwse La Chanson de Roland. Na de wereldtentoonstelling verhuizen het naar het plein voor de Notre-Dame, waar dat u het nu nog altijd kan zien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers alle standbeelden gesmolten die ze vonden in Parijs, tot ze bij dit standbeeld kwamen.
Ze realiseerden zich dat Karel de Grote ook een beetje Duits was en lieten het beeld ongemoeid. Maar zoals ik al zei, was de wereldtentoonstelling de ontdekking van de elektriciteit in industrieel gebruik. Schoorvoetend weliswaar. Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling werden de Avenue de l'Opéra en de Place de l'Opéra voor de eerste maal in de geschiedenis verlicht met elektriciteit. Meer bepaald de Jablochkov-kaars van Russische origine. Een krantenartikel noteert: 32 geëmailleerde glazen bollen, geplaatst tussen de straatlantaarns langs de Avenue de l'Opéra, lichten onmiddellijk op en projecteren om hen heen een zacht en stralend licht. De gasstraatlantaarns lijken op rokerige lampen en de omliggende straten lijken er wat donker bij te liggen. In de volgende jaren zal dit soort verlichting ook gebruikt worden in theaters en op verschillende podia. Andere uitvindingen werden gedemonstreerd. Een koude en droge luchtmachine die wordt aangedreven door atmosferische lucht en bedoeld is voor het transporteren en conserveren van voedingsmiddelen. Thomas Edison toont er zijn eerste fonograaf. De zonneoven van Auguste Mouchot, een enorme parabool die de stralen van de zon op één punt concentreerde en, o mirakel, erin slaagde om ijs te produceren. Spijtig genoeg kende dit project helemaal geen succes. Het is maar pas 140 jaar later dat men deze technologie weer op de voorgrond heeft geplaatst. En wat de groothertogin van Gerolstein van Offenbach was voor de wereldtentoonstelling van 1867, zo is Le Petit Duc van Charles Lecoq voor deze wereldtentoonstelling de absolute topper. Uiteraard gaat het om een adelgeschiedenis. Geniet mee. En attendant, je vous invite à vous joindre au cortège. Et n'oubliez pas que vous êtes ici au château de Versailles, et comme l'a dit le poète, si vis passem parabellum, et ave César morituri te salutant. Allez hop! Décidément, mon cher mari, vous êtes mal logé. Que voulez-vous, ma chère? C'est la misère. La misère. La misère.